De gemeente investeert ook in goede contacten met het onderwijs. Ook omdat de wet passend onderwijs dit jaar van kracht is gegaan, waarbij kinderen met een beperking meer dan vroeger in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Mijn naam is Peter Breur, ik ben bestuurder van de Schaamans Stichting. Ik ben Theo Pons, intern begeleider, basisschool De Hunenborg. Wij hebben sinds 2,5 jaar structureel overleg met de gemeente over op wat voor manier je zorg en onderwijs goed kan combineren. Dat stond los van elkaar en we wilden dat heel graag integreren. We hebben daarin contacten met de gemeente via het zorgloket met de regisseurs van de gemeentelijke toegang. En die koppelen we aan de scholenondersteuningsteams die werkzaam zijn op de scholen. Intern begeleider heeft als taak de onderwijs en de zorg voor de leerlingen te coördineren binnen de totale school. En ik denk dat dat ook de kracht is die we met elkaar proberen te bereiken. Dat de verbinding van passend onderwijs en transitie jeugdzorg, waar we met 4 gemeentes in deze deelregio mee bezig zijn. Dat ook wat is wat we willen bereiken. Aan de ene kant het beleid, maar tegelijkertijd die combinatie richting de praktijk. Nou, ik heb recent een leerling gehad die plaatsbaar zou zijn binnen de basisschool. Daar hadden we wat vragen over of dat wel of niet mogelijk was. Toen hebben we diverse disciplines bij elkaar geroepen en uiteindelijk in een gezamenlijk overleg besloten om deze leerling toch een kans te geven binnen de basisschool. Daarbij ook afgesproken dat er 1 regisseur is die de zaken blijft coördineren. Dus die hebben we aangewezen om ervoor te zorgen dat de contacten met alle disciplines bij elkaar blijven. En iedereen die staat voor wat hij moet doen. En ik denk dat dat het mooie is, dat we niet allemaal in ons eigen hokje blijven. Omdat iedereen over zijn eigen grenzen heen durft te kijken. Met 1 doel, dat kind de juiste ondersteuning te bieden. Je krijgt van diverse instanties, kreeg je al de informatie binnen. In samenspraak met de ouders, want die staan altijd voorop. Ik kan zeggen, ook namens de scholen, namens de besturen, namens de gemeentes en de verschillende zorgpartners, de ouders, dat we op een goede manier bezig zijn. En daar zijn we ontzettend blij mee. We zien nu de resultaten en we willen hier ook echt heel erg nadrukkelijk mee doorgaan. Het begin is er en we gaan dit voortzetten.